Rogier, hier. Volgens mij komt er nu een tongbreker. Hyperpigmentatie, wat is het? Ja, dat is zeker. Hyperpigmentatie is donkere vlekjes. Oké. Okay. En er zijn heel veel soorten van hyperpigmentatie. Die gaan we niet allemaal doornemen. Ik had er laatst nog een hele, volgens mij, een 6 uur durend seminar over hyperpigmentatie. En hoe je dat allemaal moet oplossen. Maar ik kan wel even de essentie daarvan eigenlijk wel met je doornemen. Graag. Nou. Hyperpigmentatie kan op meerdere niveaus optreden, bijvoorbeeld oppervlakkig, middeldiep en diep. En wat je moet doen eigenlijk is die hyperpigmentatie moet je een beetje gaan inschatten waar die op welk niveau dat zit. Ja. Nou, als het heel diep is, dan moet je soms met een laser of met een hele diepe peeling gaan werken. Mm-hmm. Oppervlakkig kan je met crèmes werken. Mm-hmm. En soms zit het. En daar moet je ook weer rekening houden met. Soms als je probeert diep te schieten, maar je bent nog oppervlakkig pigment, gaat dat weer niet werken. Dus dat is soms nog best wel eens ingewikkeld om dat allemaal te realiseren. Ja, en ik hoor al een aantal mogelijkheden inderdaad. Ja, zijn er nog meer mogelijkheden die we kunnen doen? Ik zal het even inderdaad, voor het oppervlakkige is bijvoorbeeld, ik begin eigenlijk altijd met een tretinoïne hydrogenon crème. Een crème, ik ga jou niet vragen om dat te herhalen. Maar dat is een soort blekende crème en die eigenlijk ervoor zorgt dus dat pigment niet meer wordt gemaakt en dus ook kan verdwijnen. Dieper kan je met TCA-peelings en je kan ook eventueel met de plexer. Die is al eens vaker langsgekomen, kan je werken. En je zou eventueel met een laser kunnen werken die bijvoorbeeld een Pico-laser, die wij op dit moment niet hebben, zou je ook kunnen werken. Dat zijn alternatieven. Oké. Okay. En even voor mijn beeld, want ik heb bijvoorbeeld ook wel van die bruine vlekjes. Maar dat is wat we bedoelen met hyperpigmentatie. Ja, dit is in principe hyperpigmentatie. Maar dit zijn eigenlijk, zoals we dat noemen, nevus. Dat is weer een iets ander element. Dus dit soort vlekjes kan je behandelen. Maar die zouden dan bijvoorbeeld met met de plexer behandeld kunnen worden. Maar daar moet je wel een beetje mee oppassen. Dus het gaat echt om die bruine vlekken die bijvoorbeeld als mensen te veel in de zon hebben gezeten. Ineens verschijnen inderdaad. Precies. Die kan je goed behandelen. Ja. Oké, en wat kunnen die mensen dan verwachten daarvan, die zo'n behandeling ondergaan? Nou dat het in ieder geval een heel stuk verminderd is. Ja. Je moet het wel een beetje bijhouden, dus het kan soms weer terugkomen. Ja. Maar het is wel goed te behandelen. Mag je dan ook niet meer in de zon daarna? Nou, weet je, het is sowieso echt dat hele bakken is sowieso een beetje uit, geloof ik. Hè? Doe je dat nog? Lekker in het zonnetje. Ja, precies. Oké. Okay. Dus ik zou je altijd adviseren om gewoon goede zonnebrandcrème te doen. Ja. Dan moet ik wel eerlijk zijn dat sommige mensen het echt over de top doen. Dus dat ze echt totaal geen kleur meer hebben. Dat zou ik je ook niet adviseren. Nee. Voorzichtig zijn met de zon en goed smeren. Ja, goed smeren, maar je moet ook gewoon je leven leven, toch? Ja, en als ik er last van krijg, dan kan ik bij jou langskomen, toch? Precies. Oké, zal ik hem samenvatten weer? Ja, is goed. Goed. Heb je last van hyperpigmentatie? Dat zijn dus echt die bruine vlekken die je kan krijgen van bijvoorbeeld te lang in de zon te zitten. Dan moet eerst bepaald worden in welke huidlaag dat die zit. Kan op verschillende niveaus optreden. En afhankelijk daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Kan gaan van een crème als het heel oppervlakkig is tot de plexer waar we het eerder over hebben gehad. Tot een laserbehandeling bijvoorbeeld. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Nou, top!